30 maart 2016. Iets meer dan een week geleden beleefde Brussel donkere tijden, toen aanslagen op zijn luchthaven en metronetwerk tientallen levens eisten. Sinds die dag heerste vertwijfeling in België. Staat de Belgische hoofdstad symbool voor een falende staat of symboliseren de moeilijkheden in Brussel een veel groter Europees probleem? De antwoorden op deze nijpende vragen laten we graag terzijde om jullie iets positievers te vertellen over Brussel. Neem er even een koffie bij en luister naar het verhaal van de fantastische, weinig bekende schatten van Carl Philipp Emanuel Bach in het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Ons verhaal start niet in Brussel, maar in Schwerin, het hart van het voormalige hertogdom Mecklenburg. Het was in deze Noord-Duitse gemeente dat een exacte tijdgenoot van Mozart ervoor zou zorgen dat Brussel ooit een indrukwekkende muziekbibliotheek zou verwerven. De naam van de man? Johann Jakob Heinrich Westphal. Als zoon van de plaatselijke burgvoogd kreeg Westphal de kans te gaan werken aan het prachtige hof van Mecklenburg. Hij speelde er orgel en stelde de munten van de hertog te boek. Maar Westphal zou niet herinnerd worden als muzikant of als wetenschapper. In plaats daarvan verwierf hij faam met zijn collectie van zo'n 3000 muziekmanuscripten, 600 boeken over muziektheorie en 400 portretten van muzici. Westphal's verzameling, die nog door zijn vader was begonnen, bevatte voornamelijk moderne composities. Aangekocht bij boekhandelaars en uitgevers, maar ook bij de componisten zelf. Eén van die componisten, met wie Westphal regelmatig contact hield, was Carl Philipp Emanuel Bach. In de jaren meteen voor zijn dood richtte Bach minstens 12 brieven aan zijn bewonderaar in Schwerin. Bovendien liet Bach honderden van zijn composities kopiëren voor de vlijtige verzamelaar. Westphal bezat op den duur zoveel werken van de Hamburgse Bach dat hij in staat was een van de eerste CPE-Bach-werkcatalogie op te stellen. Dit unieke document wordt vandaag bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Dat Westphal's nalatenschap zich in Brussel bevindt in plaats van Schwerin is te wijten aan een muzikoloog die op de hoogte was van het bestaan ervan. François-Joseph Fétis. Fétis was in 1832 door koning Leopold I van Parijs naar Brussel gehaald om het nieuw opgerichte Koninklijk Conservatorium te leiden. Omdat de bibliotheek van het conservatorium nood had aan studie- en uitvoeringsmaterialen, ging Fétis op zoek naar partituren en boeken. Hij ontdekte zo dat Westphal's verzameling nog steeds te koop stond, sinds de dood van de eigenaar in 1825. Niet dat niemand in Westphal's bibliotheek geïnteresseerd was, integendeel. Verschillende kandidaten van hoge rang hadden er al een bod op geplaatst, onder wie de Zweedse kroonprins Oscar en de Saksische koning Anton. Blijkbaar slaagde niemand erin de verkoop te sluiten met Westphal's erfgenamen. Totdat rond 1835 Fétis een bod plaatste en de collectie met eigen middelen aankocht. Het zou nog 11 jaar duren vooraleer het Koninklijk Conservatorium van Brussel de officiële eigenaar werd van de duizenden partituren en boeken, waaronder honderden van Carl Philipp Emanuel Bach. Maar zelfs dan belandde niet elk werk uit Westphal's bibliotheek in het conservatorium. Hoewel België voor de hele verzameling betaalde, bleven talrijke boeken met muzikologische onderwerpen, waaronder Westphal's Bach-catalogus, doodgewoon staan in de persoonlijke boekenkast van de sluwe Fétis. De achtergebleven materialen moesten bij Fétis' overlijden een tweede keer aangekocht worden door de Belgische staat, waarna ze werden overgebracht. Niet naar het conservatorium, maar naar de Koninklijke Bibliotheek, op wandelafstand daarvan. Laat ons een bezoek brengen aan de plaats die tegenwoordig een van de grootste CPE-Bach-collecties ter wereld huisvest, het Koninklijk Conservatorium.
Deze eerbiedwaardige instelling bevindt zich sinds 1876 in een statig gebouw aan de Regentschapstraat, de laan die de Brusselse Koningsplaats verbindt met het Justitiepaleis. Het door Jean-Pierre Kluizenaar ontworpen gebouw werd de voorbije decennia verwaarloosd en heeft dringend nood aan restauratie. Hiervoor zoekt het conservatorium momenteel de nodige fondsen bijeen uit publieke en private bronnen. Bezoekers aan het conservatorium worden bij het binnenwandelen meteen begroet door de buste van Fétis. Na twee verdiepingen trappen komt men bij een bescheiden deur met het banale opschrift Bibliotheek. Nog verraadt het interieur van de bibliotheek enig prestige. Saai, mid-20e eeuws kantoormeubilair, kaartenbakken, computers en enkele ingekaderde afbeeldingen vormen de voornaamste versieringen van de ingang en leeszaal. Eens ontsloten is de bibliotheek echter een onwaarschijnlijke speelruimte voor klassieke melomanen. Dr. Johan Eeklo, de vriendelijke bibliothecaris, legt ons uit waarom C.P.E. Bach zo'n essentieel element vormt van zijn verzameling. Ja, waarom C.P.E. Bach belangrijk is voor de BIP hier? Eigenlijk is het antwoord heel kort. Het is een van de grootste, belangrijkste deelcollecties van die 18e-eeuwse componist. Vooral naast de collectie Telemann en ook die van Hertel. Maar het is een feit dat C.P.E. Bach toch een van de grote namen is. En dat maakt onze collectie internationaal echt belangrijk. Het zijn de voormalige bestanden van Westfaal die verantwoordelijk zijn voor zo'n belangrijk aantal C.P.E. Bach-partituren in Brussel. Twee handschriften met sonates voor viola da gamba zijn zelfs wereldwijd uniek. Hiervan bestaan nergens elders authentieke bronnen, zij het gedrukt of handgeschreven. En toch is het moeilijk om de precieze omvang van Westfaals nalatenschap te bepalen. Die Westfaal-collectie is eigenlijk een probleem om die duidelijk te definiëren waar die begint en eindigt. Die is dus aangekocht, zeg maar rond 1846. Op dat moment was er hier geen bibliothecaris. Fétis heeft heel zijn leven lang gevochten om een bibliothecaris in dienst te hebben. Dat is dan uiteindelijk gelukt en dat was dan Van Lamperen. Maar die Van Lamperen die was eigenlijk niet super opgeleid om bibliothecaris te zijn. Hij heeft uiteindelijk wel een catalogus gemaakt die nogal bizarre fouten heeft. Omdat hij ook niet in staat was om dat Duitse schrift, dat Duitse handschrift, te ontcijferen. Maar het boeiende is wel dat dus zijn catalogus in 1870 gepubliceerd. Dus dat valt eigenlijk net samen met ongeveer samen met het overlijden van Fétis. Dus kun je zeggen dat de Van Lamperen catalogus een idee geeft van wat er in het conservatorium was ten tijde van Fétis als directeur. Ondanks hun buitengewone historische en artistieke betekenis blijkt het bij geen enkele Bach-partituur uit Westfaals bibliotheek om een autograaf te gaan. Met andere woorden, de noten zijn niet in het handschrift van de componist zelf, maar zijn overgeschreven door kopiisten uit Bachs tijd. Toch bezit het Brusselse Conservatorium ook wel degelijk 6 handschriften van C.P.E. Bach zelf. Onder deze zeldzame getuigenissen bevinden zich meerdere magistrale symfonieën, een triosonate voor 2 violen in continuo, evenals een klavierwerk met een extreem waardevolle kaft. Zij toont het handschrift van niemand minder dan vader Johann Sebastian Bach. Het was nog Westfaal, nog Fétis of Eeklo die deze autografen verwierf. In plaats daarvan gaat het om een bibliothecaris luisterend naar de naam Alfred Watkin. Watkin werd in 1867 geboren te Lub, een kleine gemeente in de Belgische provincie Henegouwen.
Watkin studeerde piano, orgel en muziektheorie aan het Brusselse conservatorium, waarvan hij vervolgens secretaris werd op zijn 27e in 1894. België bloeide immens in die periode, zoals de verschillende wereldtentoonstellingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik aangeven. Dankzij weelderige financiële middelen spaarde Watkin zich kost nog moeite om de conservatoriumbibliotheek te verrijken. In 1901 leende hij het enorme bedrag van 34.500 Belgische frank, het moderne equivalent van bijna 1 miljoen euro, om meer dan 9.000 partituren en boeken aan te kopen. Die waren bijeengespaard door een anatomist en amateurviolist uit Marburg, Guido Richard Wagner. Het is deze Wagner die de autografen van C.P.E. Bach op de kop had getikt. Naast het opsporen van schitterende aanwinsten stopte Watkin heel wat energie in de reorganisatie en inventarisatie van de conservatoriumbibliotheek. In 1898 begon hij met het samenstellen van de algemene bibliotheekcatalogus, die uiteindelijk 4 delen zou tellen. Alles netjes opgedeeld in klassen en secties. Nog voor het 4e deel in druk ging, richtte Watkin zich op de 17e eeuwse librettos van het conservatorium, die hij in 1901 catalogeerde. Vervolgens richtte hij zijn aandacht op het oeuvre van enkele componisten die in die tijd nog weinig bekendheid genoten, zoals Galuppi, Grétry, Rossi, Stefani en Tartini. Last but not least ondernam Watkin 2 grote catalogusprojecten op vraag van Breitkopf en Hertel, een gerenommeerde muziekuitgeverij uit Leipzig. In 1904 gaf Watkin de werken van Christoph Willibald von Gluck hun moderne volgorde, vertegenwoordigd door Watkins initialen, WQ, en een nummer. In 1905 was het dan aan Carl Philipp Emanuel Bach om geclasseerd te worden door de bedrijvige bibliothecaris. Die laatste catalogus kon Watkin gewoonweg baseren op Westfaals lijst, waaraan hij niet meer dan 10 composities toevoegde. Maar omdat Watkin alles in zo'n solide volgorde goot, gebaseerd op genre en chronologie, zouden C.P.E. Bach's werken voortaan genoemd worden bij hun Watkin-nummers. Op die manier zou de naam van een Belgische bibliothecaris verbonden worden aan die van Johann Sebastiaans beroemde zoon. Brussel en België hebben dus wel degelijk iets om meer dan trots op te zijn. Als Belgisch orkest draagt Il Fondamento trots de fakkel door van Fétis en Watkin. Sinds de jaren 1980 delen we het plezier van C.P.E. Bach's muziek op concerten en cd's.